Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan wij weer wat leuks doen, want wat gaan we doen, Koen? Wij gaan naar een Elektra winkel. Klopt, want ik ga een laptop kopen voor mijn vriendin. Maar dat betekent niet dat ik hem betaal. Mijn vriendin betaalt hem zelf. Maar die is keihard aan het werk. En hij is in de aanbieding op dit moment. En zij wil hem heel graag hebben. Maar het is er niet. Dus ik ga hem dan voor haar halen. Maar ze betaalt hem volledig zelf. Niet dat jullie denken, oh Sven geeft de laptop als vriendin. Dat is niet. Ze heeft de keihard zelf voor gewerkt. Oké, maar in ieder geval, ik heb mijn schoen aan. Kijk, ik heb één schoen aan. Een beetje een ruime schoen. Het gaat prima. Het zijn vooruit. Vooruitstapjes, het zijn wel hele andere kleurschoentjes. Dat is wel een beetje raar. Ja. Maar ik heb krukken en we gaan gewoon met de auto. Ja, dat is anders niet. We gingen lopen en Sven zei einde van de straat naar. Dat werd niet eens te zwaar. Nee, ja, het is echt zwaar. Dus we gaan lekker betaal parkeren, 5 euro per uur. Yep, dus let's go. Moet je opletten, wat een rook eruit dit ding komt. Zo, ruiken. Het ruikt wel naar een rookmachine. Heeft hij geen rookmachine als grap? Het ruikt echt naar een rookmachine. Naar een vloeistof. Ja, dit ruikt echt naar een rookmachine. Dit is 100% rookmachine. Dit kan niet, dit is een rookmachine. Dit is een grap. Kijk hoeveel rook hier al uitkomt. Ik zie niks. Dit kan niet uit zijn uitlaatje komen. Zie hoeveel rook hier al uitkomt. Dit is een rookmachine. Dit moet wel een rookmachine zijn. Ja, dit kan toch niet. Kijk hoeveel rook. Ja. Niet normaal. Anders blijft het nooit zo lang hangen ook. Nee, het blijft echt kapot lang hangen. Kijk, kijk dan hier. Hij geeft geen eens gas, er komt rook uit. Is gewoon een rookmachine dit. Ja, 100%. Zit ook te lachen, joh. Ja. We hebben een rookmachine eronder gebonden. Dit ruikt ook naar een rookmachine. Is wel vet. Ik heb ook een rookmachine. Ja, ik ook. Ah nee, denk ik niet meer. Ik denk dat hij is weggegooid. Het is wel vet hoor. Ja, het is wel grappig uit. Hij heeft gewoon een rookmachine ondergebonden, kan niet anders. Kijk wat een rook, jongen. Kiek hem gaan. Ah, dat lukt nog wel hoor. Wij gaan even inkopen. Want we hebben een laptop. Ik hoop dat ze hem hebben, anders moet ik hem bestellen. Maar ja, dan is het niet vandaag besteld, vandaag in huis. Nee, vandaag besteld overmorgen in huis. Nee, woensdag pas dan. Oeh! Oké, jongens, ik heb de laptop gevonden. Alleen nu moet ik hem hier nog tussen zoeken. Maar welke is het? Ik kan niet bukken, dus Koen moet hem even pakken. Wat zeg je allemaal? Deze heb ik nodig, maar dan waarschijnlijk een zwarte. Is dit hem? Het ziet er niet MSI-achtig uit. Het ziet er Intel-achtig uit. Hij kan ook helemaal uitverkocht zijn. Is dat hem? Hij is leeg, dat is meestal. Maar is dat hem? Ja, misschien is dat die. Zullen we het eens vragen? Nee, je moet niet de showroom model. Nee, dat is helemaal kut. Hij is op, jongens. Hij is niet meer op voorraad. Ja, die wel kopen. Ja, maar. Hey, maar je kan deze wel kopen, maar dan vind ik wel dat je even 400 euro korting krijgt omdat het een demo-model is. Slecht ingekocht hier, ja. Dat zegt het al, hè? Oh jongens, hoeveel zal het kosten? We zijn nog geen eens. Hoe lang binnen geweest? Een paar seconden. 10 minuten. 91 cent. Hier deze vloer? Echt, ik zweer het. Ik was net aan het lopen en toen gebeurde dit. Hoe? Zo. Oké, jongens. Poging 2. We gaan nu naar een andere winkel, kijken of die hem heeft. Koen is erg moe. Die is echt net wakker volgens mij. Maar ja, we gaan dus nu eventjes naar een andere winkel. We gaan een beetje een soort van op zoektocht naar die laptop. Om te kijken wie hem nou wel heeft. En of we hem ook voor een leuk prijsje kunnen krijgen. We zijn aangekomen op locatie. Ik ben heel benieuwd of ze hem gaan hebben. Wat denk jij? Ik denk het wel. Ja, wel? Ja. Oh, ik denk persoonlijk ze hebben echt van links naar rechts allemaal MSI-laptops. Maar hebben ze hem ook voor de juiste prijs? Nee, dat sowieso niet, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Durf ik echt 95% te gokken. Ik ook. Dat ze niet meegaan met dat spelletje. Maar dan moet ik even mijn vriendin appen of ze het oké vindt voor dat bedrijf. Voor dat bedrijf, voor dat bedrag. En ja, want hun service hier is wel heel erg tevreden. Die heb ik trouwens alles voor. Ja, of je moet hem online bestellen, maar dat is minder. Ja, dan heeft ze hem over een paar dagen. Maar het is gewoon leuk voor de vlog om nu te hebben. We moeten hem hebben! We moeten hem hebben! Niet lekker. Nee, echt. Je mist dat ook soms, denk je. Ze hebben hem hier ook niet. Nee, want het was een speciaal product voor die winkel. Ja, die winkel heeft gewoon een deal met MSI om die laptops te maken die ze hun niet kunnen krijgen. Nee, want hij zegt ook voor die prijs kan niemand hem leveren. Dat doen ze heel goed, die winkels, want hij doet hun duizenden inkopen. Ja, dus echt. Maar het is wel een goede laptop, zegt hij. Hij zegt wel hij zegt, ik heb een andere, maar die is gewoon het dubbele qua prijs. En dan zit je een beetje gelijk aan. Hij zegt zelf ook, je moet hem gewoon daar kopen, want anders ben je gewoon de diepe erg goed beneden. Ja, maar hele eerlijke man. Hij is daar helaas niet. Nee, echt heel jammer. Maar ja, dan bestellen en dan gaan we maar kijken wat we gaan doen vandaag. Oké, jongens, volging. 3. We gaan nu naar... Godverdomme naar Amsterdam. Naar Amsterdam, naar Arena. Daar ook kijken of ze hem hebben. Het wordt me een partijtje lastig gemaakt, jongen. Maar we willen hem echt heel graag hebben. Maar we gaan dus nu eventjes naar de Arena. En dan gaan we kijken of ze hem daar hebben. En hebben we er echt alles aan die laptop te krijgen. Anders moeten we hem echt online bestellen. Want iedereen kent het gevoel. Je wil hem heel graag hebben. Heel graag. En dan moet je hem ook echt in je handen. En hij is geen eens voor ons. En hij is niet eens voor ons. Maar alsnog, we willen hem heel graag hebben. Oké, jongens, we zitten met een dingetje. Ja. We hebben honger. Als een gek. We hebben honger. We hebben hier een McDonald's. We hebben hier een IKEA. En een Burger King. Maar, wat gaan we doen? Kijk jongens, we zijn aangekomen. In het buitenland. Nog steeds. Mensen denken echt dat wij een grap maken dat wij in Polen wonen. Maar we wonen echt in Polen, want hier zijn alleen maar Duitsers en Polen. Hé, is het gewoon verkeerd of zijn? Geen kaartjes te trekken. Hypermodern hier in Polen. Zeker waar, die Polen kunnen er wel wat van hoor. Zo zeker. Mensen denken dat Polen echt fucking slecht, maar super mooi. Echt. Dus, wij gaan eventjes een laptop scoren en ik hoop dat die hier is. Als die hier niet is, word ik wel lijp. Ik ook, word ik helemaal. Maar dan ga ik heerlijk eten. Ik ook. We zijn geparkeerd op een heel mooi plekje op zich. Hele mooie. Hele mooie, maar is het geen invalide? Kijk eens. Nou, we zijn
gearriveerd. Met moeite. Ja man, trap op. Ja. Jezus, geen eens een lift hier. En we zijn terecht jongens. Op zoek naar de MSI. Dit is hem toch? Oh, dat is MSI, ja inderdaad. Dit is hem. Maar hebben ze de doos ervoor? Ik zie hier MSI dozen. Dit is hem hè? Dit is hem. 62. Ja, misschien achter. Oh nee, hij ligt in de winkel weer. Hij is leeg. Ja. En deze? Hij vraagt net aan zijn werknemer, heb je de laptop? En hij pakt er 3 dozen, alle 3 lege dozen. Dus hij zei, ik ga nu voor je achterkijken of ze hem hebben. Ik hoop het, man. Ik hoop het ook. Echt. Anders zijn we echt... Dan hebben we echt zoveel gereden voor niks. Dan hebben we echt gereden voor niks. Echt kut. Oké, jongens, fucking kut. Maar ze hebben hem in ieder geval niet. We gaan nu naar de IKEA. Kijken of we daar wat kunnen eten. En ja, dan zien we het wel. Ja, we zien het wel. Bestellen. Want ja, die laptop moeten we sowieso bestellen. Maar die gaan we dus sowieso online kopen. Maar het was het leukste geweest als we hem gewoon fysiek hadden. Maar nu gewoon online bestellen en is hij 20 of zo, weet ik wat in huis. Maar dan gaan jullie waarschijnlijk niet meer van terugzien. Maar we gaan nu eten halen. Want... Oké, jongens, en Koen is ondertussen even aan het tanken, maar het is een beetje een saai vlog geworden. We hadden als doel om een laptop te kopen, een hele mooie laptop, maar helaas, niemand had hem, echt niemand had hem. Dus nu moeten we hem online gaan bestellen, een beetje saai voor de vlog, maar ja, daar gaan jullie waarschijnlijk vrij weinig van zien, want dan bestel je gewoon, dat is niet heel boeiend ofzo. Laat eventjes weten hieronder in de comments wat wij allemaal moeten gaan doen, want ik heb mijn teen gebroken, of gekneusd, of weet ik veel wat er allemaal mee aan de hand is, maar dat doet fucking veel zeer. Maar wat moeten wij nu gaan doen? Laat eventjes weten hieronder en kom met hele goede tips, wat jij doet bijvoorbeeld als je iets hebt gebroken ooit, of wat dan ook, wat jij toen hebt gedaan. En wat leuk is voor de vlog. Ja, ik denk echt een halve liter wat op de grond ligt. Ja, ik heb benzine als een man. Ik tank hier ook altijd op deze plek. En hij zegt altijd, je stinkt naar benzine. Ja. Maar nu snap je waarom. Ja, maar dit stopt echt niet. Nee, hij stopt ook ik niet. Ik tank en één keer, ik kijk naar die teller. En ik hoor kluk, kluk, kluk. Ja, het gaat uit. Alles komt en uit. En dan trek je die slang eruit, blijft hij ook nog doorpompen. Ja, ligt een liter op de grond hoor. Die is echt niet goed, die slang. Nice. Maar, we gaan de video afsluiten. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Like deze video. En we zien jullie morgen weer. Of overmorgen, want we doen om de dag. Om de dag, ja. Om 3 uur. Later. Later. Thank you.